Beste inwoners van de gemeente Bokstel. Zorg en aandacht zijn altijd belangrijk, maar vooral in deze tijd. De wereld is in de ban van het coronavirus. Onze regering heeft vergaande maatregelen afgekondigd om het virus een halt toe te roepen. En dit heeft grote impact op ons sociale leven. Ik denk dat deze maatregelen onvermijdelijk zijn. Ik vraag u dringend om u zich aan deze maatregelen te houden. Veel bedrijven, organisaties en inwoners uit deze gemeente doen dit gelukkig al. Veel mensen werken thuis en veel afspraken zijn afgezegd of anders ingekleed. De maatregel dat bijeenkomsten met meer dan 100 mensen niet doorgaan, is ingrijpend. Ook veel publieke locaties zijn gesloten. Te denken valt aan musea, sportscholen, maar ook religieuze centra. Daarnaast is nu de maatregel afgekondigd dat ook de horeca en de scholen dicht blijven. Dit is misschien wel de meest ingrijpende maatregel en staat haaks op ons Brabants gevoel. De maatregelen vragen discipline, flexibiliteit en creativiteit. Hoe meer mensen zich eraan houden, hoe kleiner de kans dat het virus zich verspreidt. Heeft u vragen met betrekking tot het coronavirus? Op de website van het RIVM staat veel bruikbare informatie. Verder geeft de gemeente, zoals gebruikelijk via haar eigenlijke kanalen, ook de informatie. En natuurlijk, onze gemeentelijke website is ook door u te raadplegen. Daar staat het laatste nieuws altijd op. Zorg en aandacht zijn belangrijk. Ik weet dat dit door onze inwoners belangrijk gevonden wordt. Daarom vraag ik u juist nu, let goed op elkaar. Vooral als u iemand kent die eenzaam is of alleen, weet dat een kaartje of een telefoontje wonderen kan verrichten. Het is belangrijk dat we ondanks alles voor elkaar blijven zorgen. Ik wil besluiten mijn dank en waardering uit te spreken voor al die mensen die werken in de zorg en in de crisisorganisaties. Zij zijn degene die dag en nacht klaarstaan voor de inwoners van de gemeente Bokstel. Ik dank jullie hiervoor. Kunt u iets zeggen over het aantal besmette personen in de gemeente Bokstel? Op dit moment is, zoals wij hebben gehoord, het aantal besmette personen 3. In de krant was te lezen dat het Leduina ziekenhuis patiënten met corona gaat opnemen. Kunt u daar wat meer over vertellen? Het Leduina ziekenhuis heeft ons inderdaad laten weten dat ze zouden gaan starten met een corona unit. Dat is iets wat zij helemaal zelf doen, waar wij buiten staan. Uiteraard worden we op de hoogte gehouden van hetgeen wat ze doen. Maar alle ins en outs, daar moet u voor bij het Leduina ziekenhuis zijn. Heeft u zicht op de kinderopvang in Bokstel? Hoe is dat geregeld? Verloopt het trouwens naar wens? Met betrekking tot de kinderopvang in Bokstel kan ik u vertellen dat dit allemaal behandeld wordt door onze crisisorganisatie bij de veiligheidsregio. Zij gaan erover en dit is ook vooral om te voorkomen dat elke gemeente op eigen houtje het wiel gaat uitvinden. Dat is niet de bedoeling. Degenen die verantwoordelijk zijn, dat zijn de mensen bij de veiligheidsregio. En zij zorgen dat ze in overleg met alle gemeentes komen tot een goede oplossing. En daar heb ik het volste vertrouwen in. Wat kunt u doen voor de bewoners in de gemeente Bokstel in deze crisistijd? Op dit moment zijn mijn belangrijkste taken het informeren van onze inwoners en zorgen dat alle besluiten die de veiligheidsregio neemt, dat die ook doorvertaald worden, uitgezet worden en gehandhaafd worden.